Opel heeft nieuwe navigatiesystemen, de Multimedia en de Multimedia Navi Pro. En hoe dit werkt, zie je in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers en op dit YouTube kanaal verschijnt elke week een leuke video met uitleg over een Opel systeem zoals deze of presentatie van een nieuw Opel model. Dan ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst. Ik zou zeggen, abonneer je op ons YouTube kanaal en mis geen enkele video. Nou, en hier zien we dus het uiterlijk van de Multimedia Navi Pro systeem. We zitten nu momenteel in de Opel Insignia en ik ga u uitleg geven hoe de bediening werkt van dit systeem. Nou, zoals ik al zei, is het dus leefbaar met het Multimedia systeem en het Multimedia Navi Pro. Multimedia systeem is een inch kleiner, die is 7 inch en die heeft dus alleen de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Het Multimedia Navi Pro, het systeem dat we nu zien, die beschikt dus over een navigatiesysteem geïntegreerd met updates daar ook bij. Laat ik ook zo zien hoe dat werkt. Ook met live traffic wat hij heeft en daarnaast heeft hij ook DB+. En het scherm is ook een inch groot, die is 8 inch. Nou, dan begin ik linksboven met de knop audio. Nou, als we daarop klikken, dan komen ze bij je favoriete muziek komen daaruit. Nou, zoals ik zei, het is dus FM is mogelijk. Daarnaast ook AM, DAB. En je kunt ook via de Bluetooth kun je dus muziek afspelen. Of via de USB. En je kunt inderdaad je favoriete radiozender kun je daar bovenin zo voor de voorkeur kun je daar gewoon aangeven. Nou, hoe doe je dat? Ik klik hier op het zoekknopje. Daar kan ik dus alle radio's zien, zenders zien die momenteel gevonden heeft. En als er een zender is die ik graag in mijn voorkeur wil hebben, dan vink ik hier het sterretje aan. Ik hoor een geluidje en hij geeft aan dat hij opgeslagen is bij mijn favorieten. En dan komt hij mooi in de balk hierboven komt hij mooi terecht. Nou, er zijn 6 van die pagina's die ik hierboven kan bekijken met al je favoriete radiozenders. Nou, hiermee, deze knop, kan ik nog de geluidsinstellingen veranderen. En ik kan hier met TP kan ik de verkeersinformatie nog aan of uitzenden dat ik die ook hoor. Nou, rechtsonder dan zie je dus de tijd, de datum en gegevens van de telefoon. En hier is een hele makkelijke sneltoets en ik gebruik inderdaad zelf heel vaak. Dat ik zo naar de auto toe kan, telefoon, navigatie of de klimaatinstellingen van het kachelsysteem. En linksonder het knopje om weer naar het hoofdmenu te gaan. Nou, als we naar het volgende gaan, dan gaan we naar de telefoon. Het mooie van dit systeem is dat je ook 2 telefoons kunt koppelen via de Bluetooth. Dus heb je bijvoorbeeld een zakelijke telefoon en een particuliere telefoon of privételefoon. Dan kun je dus beide koppelen en word je gebeld, hoeft niet over te schakelen. Maar pakt je uiteraard het nummer of het toestel waar je dan op gebeld wordt. Ik kan hier bij het toetsenbord kan ik hier het nummer intypen om te gaan bellen. Ik kan mijn favorieten, de mensen die ik vaak bel, recent, die ik recent gebeld heb, contacten en de telefoons die inderdaad gekoppeld zijn. Nou, hiermee kan ik dus de telefoon opnemen of althans gaan bellen en word ik gebeld, dan kan ik inderdaad, krijg ik ook een melding in het display of ik kan via de stuurwielbediening kan ik de telefoon opnemen. Nou, dan gaan we nu naar navigatie. Als we daarop klikken, dan komen ze op het navigatiesysteem komen dan daarin uit. Nou, het mooie wat ik al zei is dat deze auto ook voorzien is van updates. Die updates gaan dus 4 keer per jaar plaatsvinden. Wordt allemaal online geregeld. Daarvoor dien je eigenlijk wel het systeem te koppelen aan een wifi-netwerk. Dat kan een wifi-netwerk thuis zijn, als je bijvoorbeeld bij de oprit staat die net genoeg heeft. Of het kan je hotspot zijn die je met de telefoon gekoppeld is. Dat heb ik nu dus gedaan. Ik heb mijn iPhone op de persoonlijke hotspot gedaan en dat heb ik gekoppeld met het systeem. Dat doe je als volgt. Ga ik even een stap terug. Dan gaan we even naar gebruikers. Klikken we daarop. Kan ook via instellingen. Dan gaan we naar systeem. En daar zien we wifi netwerk zien we daar staan. En daar heb ik dus mijn telefoon aangekoppeld. Dit zijn de andere wifi netwerken die hier nog gevonden heeft. En ik kan meteen zien als het goed is, dan heeft hij namelijk hier ook de live traffic is dan ook geactiveerd. En zoals ik zei worden de updates dus ook 4 keer per jaar uitgevoerd. Je kan het zelf handmatig doen of het kan ook via dat het automatisch gaat. En dat doe je als volgt. Je klikt op de knop van de instellingen. Daar zit nog een knop instellingen. En als we daar naar beneden toe gaan, dan zien we hier updates voor kaart. Nou, deze is allemaal bijgewerkt en ik heb het automatisch bijwerk heb ik aangezet. Nou, voor de rest inderdaad kan ik hier nog mee in- en uitzoomen voor de kaart en hier zie ik waar ik nu ben. Wil ik een route invoeren, druk ik linksboven op het vergrootglasje en dan kan ik hier gelijk al de route invoeren. Nou, het mooie van dit systeem is dat je niet de eerste plaats, straat, huisnummer moet invoeren, maar je kunt eigenlijk gelijk al het adres invoeren. Ik ga het in dit geval eventjes voordoen op het huis of het adres hier.
Kijk, ik toets zijn Turba Noord in. Of althans, ik wil dat intypen en dan geeft hij dadelijk boven, geeft hij dat al aan. En dan kan ik zeggen van, ik ga er naartoe. In dit geval is het heel dichtbij. Geeft hier aan de afstand en de tijd, de verwachte aankomsttijd. Ik kan hem als favoriet nog aanvinken of ik kan nog een route invoeren. Ik zeg van, ik moet eerst nog even daarheen en dan daarheen. Dus dan op gaan klikken, dan brengt hij ons daar naartoe. Nou, aan de rechterkant zie ik hier van start naar finish, hoe lang het nog duurt. En rechtsonder zie ik nog de afstand en de aankomsttijd. Wil ik de route eruit hebben, kan ik hier rechtsboven op het kruisje drukken en de route is er weer uit. Nou, het systeem is voorzien van kaartgegevens van heel Europa. En het werkt echt mooi snel, duidelijk ook. Nou, dan zijn we de volgende aanbeland. Dat is dus klimaat. Ik kan dus hier ook mee mijn kachelsysteem bedienen. Dit is een auto met een klimaatcontrol. Dus hier kan ik dan links en rechts kan ik dus de temperatuur kan ik instellen. Kan aangeven waar ik de lucht vandaan wil hebben. Ergo kan ik aan of uitzetten. Automatisch, nou, die stand zal ik ook altijd adviseren. Regelt het systeem het helemaal zelf. En die heb ik ook staan. Als je alleen rijdt, kun je het synchronisatie kun je aanzetten. Zodat je niet beide kanten altijd hoeft in te stellen. Wanneer ik hier zeg van ik wil 90 graden, dan pakt die automatisch ook op. Die krijg ik er trouwens weer af. Niet om deze knop aan te drukken of uit te drukken, dat lukt niet. Maar ik moet hiermee eventjes de temperatuur veranderen. En dan zie je dat lampje uitgaat en dan is hij er ook uit. Nou, wanneer ik weer naar het hoofdmenu ga, kan ik inderdaad op het linksonder op het knopje drukken en dan kom ik eigenlijk weer op dit scherm uit. Als we naar de instellingen toe gaan, dan kun je dus hier alle instellingen nog in kwijt. Je kan dus gebruikers kun je toevoegen. Dat kan dus 5 gebruikers in totaal kunnen die zijn. Het mooie daarvan is dat je die dus je favoriete playlist, je instellingen over de auto, over het systeem, noem het dan maar op, daar neemt hij dus allemaal ook over. Je kan daarbij ook nog een icoontje kiezen. Het is helaas niet mogelijk om bijvoorbeeld je eigen foto te doen. Maar er zijn een aantal icoontjes waar je dus uit kunt kiezen. Nou, bij instellingen kun ik voor de rest natuurlijk het systeem. Ik kan een aantal apps kan ik aan of uitzenden. Moet je natuurlijk denken over de Android Auto en Apple CarPlay, die apps. Voor de rest over het voertuig kan ik een aantal instellingen nog veranderen. En de persoonlijke instellingen die ik momenteel dan heb. Daarnaast is het ook voorzien van Apple CarPlay Android Auto. Nou, daar hebben wij in het verleden natuurlijk meer video's van gemaakt. Ik zal ze hier bovenin uiteraard ook eventjes linken, zodat je ze ook kunt bekijken. Bij de Apple CarPlay kan dus vanaf een iPhone 5, dus via de kabel, kun je die dus aansluiten. Pakt hij de Apple CarPlay functie op. De navigatie van de iPhone neemt hij over. Siri werkt dan heel fantastisch. En ook uiteraard je favoriete muziekgegevens pakt hij inderdaad mooi op. Nou, daarnaast hebben we nog Android Auto. Android Auto, die app is niet vrijgegeven zoals de Apple CarPlay in Nederland. Daarvoor zul je de app dus moeten installeren op je Samsung of Android toestel. Dit gaat niet via de Play Store. Dus het zal via een ander kanaal moeten, via APK Mirror. Ik zal hier bovenin ook een video linken over hoe je dit het makkelijkst kunt doen. En heb je er vragen over, dan helpen we natuurlijk graag. En dit is dus het hoofdscherm van de Multimedia Navi Pro. Ik kan dit scherm uiteraard ook naar links toe swipen. Dan zie ik hier nog een heel makkelijk overzicht met de navigatie. De muziek die momenteel afspeelt en mijn telefoongegevens. En ik kan hem ook helemaal nog naar rechts toe swipen. En daar zie ik nog de camera. Die werkt natuurlijk onder het rijden, werkt niet. Maar als hij stilstaat en als de automaat, die moet dan ook stilstaan en in de D staan. Dan kun je inderdaad, ik zal het even voordoen, zet hem even in de D. Dan kun je hiermee de achteruitcamera activeren als deze op de auto aanwezig is. Nou, nog een tip over de kabel om de telefoon aan te sluiten. In dit geval zit de iPhone kabel. Je moet er goed op denken dat je die goed vrij houdt. Dus een beetje, ik heb hem zelf meestal aan de zijkant liggen. Of hij kan hiervoor dat hij precies in die gootjes dan ook terechtkomt. Want hij kan inderdaad hier tussen komen en dan is het niet goed natuurlijk voor je kabel. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat ik hiermee een duidelijk uitleg heb gegeven over het Multimedia Navi Pro systeem van onder andere nieuwe Opel Insignia. Nou, binnenkort komt hij ook in de vernieuwde Opel Astra. En het multimedia systeem, dus zonder de navigatie, alleen met de Apple CarPlay en Android Auto, is ook te zien in de Opel Karel. Nou, mocht er inhoudelijk nog verdere vragen zijn, we helpen je natuurlijk graag. Mijn naam is Hendrik Liewers. Ik wil je super bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer.